Hoi allemaal! Het leek me weer leuk om een van mijn Favo-series op te nemen. En dit keer mijn favoriete foundation. Zoals je misschien wel weet heb ik een aantal, zeg maar, een serie gedaan met mijn favorieten. Dus niet mijn gewone maandelijks favorieten, maar een soort van mijn all-time favorites. En ik heb onder andere al blush gedaan. Meer gedaan? Ik heb van alles al gedaan. Maar in ieder geval, oh ja, mascara. En van alles. Maar vandaag is het tijd voor foundation. Ik heb een bakje verzameld. Ik heb er dit keer 6. Ik heb niet echt een vast aantal. Het is gewoon degene waarvan ik denk dit zijn hele fijne. Nou, als ik één foundation de rest van mijn leven alleen nog maar mocht gebruiken, dan zou dat deze zijn. En dit is een BB cream. Dit is de Maybelline Dream Pure BB cream. En deze is voor oily skin. Nou heb ik op zich een droge huid, maar ik vind dit echt zo'n fijne BB cream. Ik heb hem nu ook op. Ik heb hem eigenlijk 90% van de tijd op. Ik krijg hier geen pukkels van. Hier zit salicylzuur in, wat ook helpt tegen pukkels. Ja, ik vind het gewoon heel fijn spul. Het is een lichte tot medium dekking. Ik hou niet van hele zware foundations, want ik heb sproetjes en zo. En die wil ik dat die er wel doorheen schijnen, maar wel dat een beetje de roodheid bedekt wordt. Ik vind dit spul fantastisch. Dit is al mijn, ik weet niet hoeveelste tube. En deze is ook alweer bijna leeg. Maar ik heb trouwens, ik kom nu tot de conclusie dat ik helemaal geen sieraden om heb. Nee. Kan gebeuren. En mijn haar is ook een beetje plat. Maar dat was op zich al mijn idee. Maar nu ik het zo zie, denk ik, nee. Okay. Goed, dus dit. Dit is echt mijn, als ik één van deze in de hele wereld, zeg maar, elke dag mocht gebruiken, dan zou het deze zijn. Maar natuurlijk heb ik nog wel een aantal andere favorieten. Mijn nieuwste twee aanwinsten zijn ook meteen de duurste. Dit is de MAC Studio Face & Body Foundation. En dit is de Chanel Vita Lumière Aqua. Hier maar mee beginnen. Dit is een super dunne waterige foundation. Je moet hem echt schudden voor gebruik. Maar het effect is dan ook wel meteen heel mooi en natuurlijk. Je ziet, ja, weet je, het is niet heel dekkend. Zeker niet. Het is ook een lichte tot medium dekking. Maar het is wel, het geeft even net even je gezicht een mooie dewy glow. En ja, dat is ook waar ik van hou, dewy skin. Dus je zal weinig matte foundations tegenkomen in mijn verzameling. Ik vind dit gewoon heel fijn spul. Het is heel, het voelt heel licht en luchtig. Het voelt totaal niet zwaar en ook heerlijk dus voor de zomer. Dan ga ik door met de tweede duur. En daarna hebben we alleen nog maar een budget varianten. Namelijk de MAC Face & Body Foundation. En dit is de nieuwste. Oh, ik heb trouwens van de Dream Pure heb ik de medium kleur. En van de Chanel Vita Lumière Aqua heb ik de kleur 22 beige roze. Beige rosé. Ik heb namelijk een roze ondertoon. Zeker met sproetraden. Werd mij ooit aangeraden dat het goed is om een roze ondertoon te gebruiken. Maar ik heb het laatst ook weer bij MAC gevraagd. En ik heb een roze ondertoon. Dit is de MAC Face & Body Foundation. En deze hoorde ik dat hij heel mooi fotografeert. Er zit geen SPF in, dus hij flitst niet terug. Ik vond ook wel het tubetje heel grappig. Ik heb hem dus nog niet zo vaak gebruikt, maar ik vind hem echt heel erg fijn. Ook heel dun, heel luchtig, maar geeft echt even net dat beetje extra in je gezicht. Hier kun je de dekking wel van opbouwen. Hij is in principe vrij licht, maar je kunt hem echt wel zwaarder aanzetten. Het hangt ook vanaf, ze zei ook van, hè, als je het gewoon met een stippelingkwastje doet, dan wordt het een wat lichtere dekking. Maar ga je bijvoorbeeld echt met je handpalm aanbrengen, dan wordt het wat zwaarder. Dus daar kan je nog mee variëren. Maar hij schijnt dus heel goed te doen foto's. Dus deze zou zomaar mijn foundation voor de bruiloft kunnen worden. En ik heb hier de kleur N1 van. Ik dacht dat N neutral was. Want volgens mij is W warm. Maar zij zei dat ik een roze ondertoon had en dat dit mijn kleur was. Dus ik weet het niet. Ik heb het nog niet uitgezocht. Dan 3 budget foundations met daarin de goedkoopste. En die is ook niet meer te koop volgens mij. Wat ik echt heel stom vind. Want dit is de Catrice Photo Finish 18 Hour Liquid Foundation. En deze is zeker wat dekkender, maar echt op foto's is dit prachtig. Ik vind hem wel een beetje heftig voor gewoon overdag, maar dat is omdat ik gewoon niet van dekkende foundations hou. Maar hij voelt ook wat zwaarder aan op je huid, maar echt op foto's denk je echt, oh, flawless skin. Dus als ik gewoon weet dat ik bijvoorbeeld heel veel productfoto's ga maken en dan ze ook op mijn gezicht ga smeren, dan is dit wel eentje waar ik graag naar grijp. En het lijkt alsof ik hem bijna niet gebruikt heb. Maar dat is wel degelijk het geval. Maar je ziet het
denk dat dit randje... ik kan het niet zien, maar ik zie in ieder geval dat hier, zeg maar, als je erin kijkt, zie je dat er meer gebruikt is dan dat het zo lijkt. Maar ik vind het een hele fijne. En dan mijn favoriete budgetmerk als het gaat om foundations is Rimmel. Dit is eigenlijk een beetje afhankelijk van wat ik ga doen. Als ik ga stappen en ik wil iets dekkender dan mijn gewone BB cream en zo, dan ga ik voor de Rimmel Wake Me Up Foundation. En ik heb trouwens van de Photo Finish heb ik de kleur 20 Rosy Beige. Je ziet een trend. Deze heeft een anti-moeheidseffect en een radiant glow. En hij is zeker radiant. Hij is, ik zou hem niet op een zonnige dag dragen gewoon buiten. Want dan ben je echt een beetje een discobal. Maar juist 's avonds is hij prachtig. Echt maar in, als je bijvoorbeeld uitgaat, dan krijg je echt een hele mooie glow. En hij voelt prettig aan. Bijvoorbeeld met kerst heb ik eigenlijk altijd deze foundation op. Geen idee waarom. Maar hij voelt prettig aan. En hij ruikt ook wel lekker. Ik weet ook niet waarom dat is. En ik krijg hier ook niet echt pukkels van. Dat vind ik ook wel prettig. Er zit SPF 15 in. En ik heb de kleur 201 Classic Beige. En dan als laatste de Rimmel Match Perfection. Die past ook heel leuk bij mijn jurkje van vandaag. En de Match Perfection Light Perfecting Radiance Foundation. En deze heeft ook lichtreflecterende deeltjes. Maar hij is lang niet zo shiny als de Rimmel Wake Me Up variant. En deze vind ik dus veel geschikter voor overdag. Dus als ik overdag echt een keer net even iets meer dekking wil dan gewoon een BB cream, dan pak ik deze. En die is ook niet super dekkend. Maar oh, ik hoop trouwens dat jullie geen last hebben van de wind. Want het waait me toch partij hard. Maar goed, in ieder geval. Deze is dus ja, net wat meer. Net wat toned down met de glow. Maar daardoor juist een heel mooi natuurlijk glanzend effect. Dus vind ik heel fijn. Dit heb ik hier. Heb ik de kleur 200 Soft Beige van. Af en toe weet ik het ook allemaal niet meer. En dit heeft SPF 18. Dus dat is het. Dat zijn eigenlijk al mijn favoriete foundations, maar zoals ik al zei, ik ben eigenlijk iemand die 90% van de tijd mijn BB cream gebruikt. Maar als ik dan een keer een foundation gebruik, dan heb ik zeker ook een aantal favorieten erbij zitten. En ja, ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete foundation is. Of jij meer een BB, CC, whatever tegenwoordig allemaal cream kind of girl bent. Of meer van de foundations en medium of licht of dekkend. Ben je van glowy of juist van... Ja, weet je, zeker ook mensen die dol zijn op matte foundations. Die bijvoorbeeld een droge huid hebben. Of een vet huid hebben. Ik heb een heel erg droge huid. Laat vooral ook jouw tips dan hieronder in de comments. Misschien is dat voor anderen heel handig. Want ik heb dus echt een kurkdroge huid. En ja, als ik matte foundations opdoe, dan zie je echt overal droge plekken. En het is niet heel erg charmant. Dus dat. Ik hoop dat je het leuk vond om weer een van mijn favoriete serie video's te zien. Een van mijn... In mijn favoriete serie video's. Klopt dat nog? Ik weet het niet. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!